Dan weet jij waar Nick is? Nee. En zijn er nog andere mensen die weten waar jullie zijn? Is dat niet raar dat eerst Arlette haar auto verdwijnt en dat daarna Nick en Tien verdwijnen? Ah! Zijn er nog andere mensen die weten waar jullie zijn? Nick en Tien hebben een garage. Dat is een ideale plek om gestolen auto's te spuiten en door te verkopen. Ja, maar zoiets zouden die toch nooit doen? Nick en Tien zijn autodief niet. Ik schuif hem door naar u. Nee. Kom aan, Jorre. Kom aan. Waar ben je? Kom aan, waar zijn Nick en... Jorre! Ik wil zo geen brieven meer krijgen en stop met bellen. We moeten te weten komen waar die autodieven zich verstoppen, hè. Voordat er iets ergs gebeurt met Nick en Tien. Voor een leven vol liefde, voor een leven vol vriendschap, voor een leven vol leven, wil ik mijn leven geven. Voor een leven vol vrijheid, voor een leven vol vreugde, voor een leven van geven, wil ik dit leven leven. Voor een leven vol liefde, voor een leven vol vriendschap, voor een leven vol leven, wil ik mijn leven geven. Voor een leven vol vrijheid, voor een leven vol vreugde, voor een leven van geven, wil ik dit leven leven. Maatje, zoek jij iemand? Ik ga ergens naartoe, jongen. Oh, maar ik krijg hier kramp van, dat lukt niet. Laat maar. Het is smerig. We vinden wel een andere manier om hieruit te geraken. We hebben een speelkameraadje meegebracht. Laat me los! Jorre? Als je iets van Jorre hoort, laat je het weten, hè. En? Thuis is hij ook niet. Oh, lap zeg, nu is Jorre ook al verdwenen. Nick en Tien zijn weg. Evert, rustig, hè. We moeten vooral niet gaan panikeren, hè. Rustig. Jorre die is weggelopen, waarschijnlijk om Nick en Tien te gaan zoeken, die in de koffer zitten van de auto van Arlette, die dan weer gestolen is door die autodief. En ik moet rustig blijven. Kom aan eens, zeg. Evert, we moeten wachten. Wachten? Tot er iets ergs gebeurt met Jorre, of wat? Ik kwam jullie redden. Wat een redding. Oh, Jorre, waarom heb je gewoon hier Roger of de politie verwittigd? Waarom heb je de politie niet in het begin verwittigd? Wacht. Ik heb hem. Ja, ik heb mijn gsm. Bel een Roger. En haast een beetje. Wacht. Oké, hier staat al. Toets het nummer van een Roger in. Ja, maar dat ken ik niet zomaar uit mijn hoofd, hè. En daarbij probeer jij dat zo eens achter je rug. Druk gewoon op de toets van het laatst gekozen nummer. Ja, maar dan kan ik niet praten, hè. Hier, doe jij dat. Neem me over. Oké, doe maar. Het is Nick. Nick, waar zijt jij? Evert, twee autodieven hebben ons opgesloten. Oh nee, de batterij is bijna op. Ze hebben Jor ook gevangen genomen. Ze hebben Jorren ook al gevangen genomen. Verdomme, nee. We zitten ergens opgesloten in een loods of zo. We hebben de auto van Arlette en van Stefanie gezien. Nee. Maar nee, de batterij is leeg. Nick. Zou Evert het nog gehoord hebben? Ik hoop het. Allee, hè. Hij is weggevallen. Maar er is iets ergs gebeurd. Ze zitten in een loods of zoiets.
En Jorre is daar ook. Dan moet hij te voet zijn of met de fiets. Ja. Dan kan die loods niet ver af zijn, hè? Dan moet op het industriepark zijn. Oké. Evert, wacht, jongen, wacht! Wat zijn jij aan het doen? Niks. Hoe niks? Wat? Karima, dient jij je ontslag in? David. Niks, David! Zeg Karima, waarom dien jij je ontslag in? David, ik wil er niet over praten. Maar wij zijn toch vrienden? Karima, wij kunnen toch alles zeggen? Echt alles. Ik word al weken gepest. Telefoons, mails, brieven. Karima, wij zijn dat toch gewoon? Wij worden zo vaak gepest als Fliek. Maar deze keer gaat het ver. Pure racistische praat. En het stopt niet, het wordt alleen maar erger. Het is verschrikkelijk dat iemand zoiets durft te schrijven. Ik kan het niet meer aan. Ik stop met werken. Nee, Karima, dat doe je niet. Dan geef je die gasten gewoon een spel. Dat kan mij niks schelen. Ik stop met werken, ik ben het beu. Karima! Oh, ik hoop echt dat ze ons gehoord hebben. Ik denk het niet. Anders zou de politie hier al lang geweest zijn. Waar ben jij mee bezig? Ja, wat denk je, Jorre? Ik probeer mij los te maken, hè? Nick, die koevoet! Wat kun je daarmee doen? Dat we die niet eerder hebben opgemerkt. Misschien kunnen we ons zo vrijmaken. Alsof dat gaat lukken. Jij bent James Bond, niet zo? Los! Het moet hier ergens zijn, hè. Er is geen enkel terrein met loodsen zo dicht als dit. Ja, maar welke loods hier? Van 1 tot 58. Ja, dat heeft Nick niet gezegd, hè. We moeten ze allemaal doorzoeken. Allemaal? Ja, allemaal. Even, Lief, wacht! Kom aan, gasten, we moeten hier weg. Ik blijf hier. Wat? Jorge, denk toch niet dat die gasten nu zomaar gaan laten gaan? Ik bedoel, we kennen hun gezicht, we moeten hier weg. Misschien moeten we nog wel wachten. Jorge, snel zitten. Jezus. Help, ik heb zo pijn. Wat is dat hier allemaal? Ik heb zo pijn. Wat heeft hij? Ja, epilepsie. Hij moet dringend zijn medicijnen krijgen. Wat? Hij moet naar het ziekenhuis. Ja, verdomme, zeg. Als ze zijn medicijnen... Dan kom, zwijg. Zwijg zelf. Kom maar, vlug zijn handen. Ja, en die auto van Stefanie die staat daar ook tussen. En dan zitten ze daar. Ja, kom. Nee, we moeten wachten op versterking. Ik wil David en Karima. Ja, Roger, jij mocht hier wachten op David en Karima, maar wij gaan naar binnen. Zeg, kom. Even, Clean. Zijn. Eén verkeerde beweging of ik schiet. Politie, laat vallen.
Eén verkeerde beweging en ik schiet. Maar Roger. Roger. Je hebt geen schijn van kans. Mijn collega's zijn al onderweg. Zwijg of ik schiet. Ga weg, ik schiet of ik meen het. Ah, ah. Ik ook, vriend. Daar gaat je zwaar voor, boete manneke. Kom. Evert, ik ben zo blij dat ik je zie. Oh, geen probleem. Hey David, ik heb Tien, Nick en Jorre gered. Het is allemaal oké. Ja, proficiat, Evert, maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost, hè? Hoe? Karima wil stoppen met werken. Omdat ze gepest wordt door enkele racisten. Maar dat mag niet, dat kan niet. Daar springen toch niet bij laten? Hey, zoiets pikken wij niet, hè?